In 1 Korintiërs 9, vers 24 staat: U weet toch van de atleten die in het stadion een wedloop houden en maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Ieder die aan een wedstrijd deelneemt, geeft alles om de prijs te winnen. Of om het anders te zeggen, atleten strijden hun hele leven voor een vergankelijke erekrans. Wij doen het echter voor een erekrans die nooit zal vergaan. Welke focus heb jij in dit leven? Deze tekst laat me zien dat ik keuzes moet maken in het leven voor wat ik belangrijk vind. Het maakt me ook bewust dat je moet strijden om je doel te halen. Ik las het verhaal van pastor Nam, vanaf geboorte blind, als tiener zijn ouders verloren. En hij werd christen en kreeg daardoor te maken met heftige bedreigingen en aanvallen. Maar al deze dingen weerhielden hem niet God trouw te zijn en hem te dienen. Wat een voorbeeld. Onlangs is deze pastor op 68-jarige leeftijd overleden. Bid alsjeblieft voor troost in het gezin en Gods voorziening.